wil ik hier maar van me genieten. Ik heb de hele boel voor een goede prijs gekocht. Zet zal het niet alleen op je stil leven. Nou, ik denk dat ik het ook wel zal missen, soms. Ja, dat denk ik ook wel. Ja. Ik moet zeggen, ik ben wel wat meer. Ja, wat echt. Wat Frits zegt is dat hij... Dat hij denkt dat hij het wel zal missen. Ja. Wacht even, Frits. Ja. We hebben iets voor je gekocht met een beetje, Frits, namens ons beide, na zoveel jaar van wat je dan allemaal gedaan hebt, zou ik je dit willen overhandigen. Je moet maar een beetje kijken wat je ermee doet. Je mag maar open. Het is geen cd. Het is geen cd, zeg ik. Hoe weet je? Ik snap hem, ja. Het klopt. Bedenken we dat als in de gedachte is een klop. Op het moment dat je met pensioen gaat, het idee dat je je pensioentje bij elkaar moet belen bij de bruggen. Dus net andersom. Dus dat je met je hengeltje zegt, geef mij maar een gulden, sluiswachter. Van die brugwachters en die sluiswachters. Iedereen heeft er een bloemetje voor je opgetekend. Ach, wat leuk. Leuk, hè? We zijn er een week mee bezig geweest en iedereen gevraagd er iets op te zetten voor jou. Leuk, hè? Ik vind het bloemetje wat er wordt. Mooi, het is een kostelijk cadeau. Het is een kostelijk cadeau. Ja. Ria heeft het helemaal die speciale pioor. Ria, kostelijk. Dat is Anita, dat is Petra. Nou, ga zo maar door. Het is kostelijk. Het is gewoon met een knopje. Zit het gewoon. Een touwtje. Jij gaat door een brugje heen, mag ik u nog over voor een pensioentje voor een pensioentje. Zo met die klok, dat je zo bij de brug vraagt van... geeft u mij maar eens een centje. In plaats van andersom, met pensioen gegaan. Nee, wacht nou. Kostelijk. In plaats van andersom. Daar is hij voor bedoeld. Dat is het juist. Ik snap hem. Ben niet meester. Het is... Ik vind het kostelijk. Leuk, hè? Wacht even, jullie. Ik voel iets trillen. Je hebt toch geen vibrator in je zak of zo? Ja. Hé, daar schat. Waar zit je dan? Hoe ben je dan precies gelopen? De dochter. Nee, dat is helemaal de verkeerde kant op. Dat is helemaal de verkeerde kant op, Merel.
Ja, sorry, schat. Ik lach niet op. Ja. Juist, precies. Ja, nou, je weet het toch. Bij dat theehuisje. Hè? Huh? Oké, ja. Nou, succes, hè. Heb je nog iemand meegenomen? Oh? Goed zo. Goed zo. Goed zo. Ja. Ja. Ja, ja. Zie je zo, schat. Ja. Wat? Ouwe Betty, zeg dat ik hem. Wie? Ouwe Betty. Ouwe Betty. Dat is zo leuk, zo zeggen. Wie was het? Een dochter. Merel. Ja, Merel. Ja, Merel, die had ik toch uitgenodigd. Die heb ik al 100 jaar niet gezien. Weet je nog wel? Hé, Frits! Ja, oké. Wacht even. Oh, kijk uit, het glas slaat kapot. Dat is Ik wou tegen jullie beiden zeggen, omdat ik toch zo'n lange vriendschap onderhouden. En wij zo lang teruggaan en we nu, ik als laatste van de drie, ermee uitgeschreven ben. Wat me tot nu toe heel erg goed bevalt. Ja. Wou ik even een kleine herinnering ophalen aan de eerste keren dat we elkaar zo'n beetje leerden kennen. Oh. Of in ieder geval een persoonlijk moment. Zet dan, Jereu, hè? Oei. Ja. Ga door. Ja. Nou, zo herinner ik me vooral bij jou, Aart. Ja. Het moment dat Yvonne niet meer met mij verder wou. Nee, vind je het gek? Ja. 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 Het kost me, hè? Het moment dat Yvonne niet meer met mij verder wou. En toen herinner ik me zo goed dat ik bij jou op de bank mocht slapen. Buiten. Ja. En toen zei jij iets, trouw nooit in gemeenschap van goederen, zei jij toen. Ja. Nooit gemeenschap van goederen. Ja, zo is het. Ja. Maar dat zijn jullie. Kom erbij. Oh. Mereltje, lieve. Oh, sorry. Oh, Benny. Hey, hallo. Ja, zeg het weer. Hallo, Frits. Gefeliciteerd. Dank je. Ik vind het kut. Zo. Van wie ben jij er, hè? Ze zeggen wel eens hoe later de dag, hoe schoner het volk. Ja, dat heb ik wel eens. Over meer wel zeggen, hè? Wat zeggen ze? Valt een beetje Amsterdam. Ja? Ja. Gezellig een beetje uit de jazz, iets met jazz gewoon. Nee, ja. Zullen we anders even die verrassen hier doen? Ik tel gewoon af tot vier en dan beginnen we. Goed?
Oké, okay, goed. 1, 2, 3, 4. Zo, even tot hier. Frits! Ja? Een vrede van. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Jij ja, dacht natuurlijk dat we het echt zongen. Ja, jongens. Ja? En meisjes ook. Ik wou jullie enorm bedanken. Ik vond het schitterend. Ik herinner me ook dat dit het favoriete liedje was van Yvonne. Ja, klopt. Voordat ze ziek werd. Ik herinner me nog hoe ze het bed lag. Het was zo'n klein muisje, zo'n poppetje. Het is een veertje, je kon hem zo optillen. Ja. Ja, je trouwt in gemeenschap van goederen, maar dat wens je als de vijand niet toe. Ik haal even bij Jan van der Sluis. Weet je, haal ik even een chabie. Dan haal ik even bij Jan van der Sluis. Nou, dames, het ging goed, hè? Oh. Ik wel. Ah. Het is hier Amsterdam, deze zet ik terug in de auto.